Maarten, we moeten toch gewoon iedere keer nog even bij het begin beginnen. Voor wie het niet weet, quantified self, wat is dat? Ik denk dat je moet beginnen dat quantified self gaat om zelfmeting door zelf weten door meten. Dat is eigenlijk de meest basale Nederlandse term, denk ik, die je ervoor kan gebruiken. Quantified self is eigenlijk twee dingen geworden. Het is een naam geworden voor alles, vooral wat met gezondheid te maken heeft en meten tegenwoordig. Het wordt geclaimd door eigenlijk iedereen die maar een gadget of een apparaat op de markt brengt wat iets te meten heeft. Het wordt vrij wijdverbreid gebruikt. En tegelijkertijd is het ook de naam van een community van mensen die zich daar eigenlijk heel actief mee bezighoudt. En daar komen denk ik misschien later nog wel op terug, maar die twee dingen kwamen eigenlijk afgelopen weekend gewoon bij elkaar. De technologie en de dingen die je er kan mee doen, maar ook de mensen en de groep die daaromheen ontstaat. Zo'n community is van mensen die allemaal de mogelijkheden zien van wat er kan. Technisch vooral, maar vooral omdat dat experimentele mogelijkheden biedt. Van een soort idee, wat kunnen we allemaal, wat zouden we allemaal willen en daar heel onderzoekend mee bezig is. Dus dat trekt allerlei soorten mensen aan. Er is bijvoorbeeld een specifieke groep dit weekend bezig geweest van onderzoekers. Die zijn er ook al veel langer mee bezig. Wat jij net ook zegt, onder hele andere namen, maar veel langer al met het onderwerp. Hackers, echte mensen die dit programmeren en in elkaar bouwen. Businessmensen die mogelijkheden zien voor een bedrijf. We gaan op een bepaalde manier met deze technologie moeten dealen. Camera's die constant opnames maken, metingen die we altijd zouden kunnen doen. En het is belangrijk, vooral de community eromheen in mijn ogen belangrijk, omdat we nu ook misschien nog wel beter dan 20 jaar geleden mogelijkheden, tools, plekken hebben om over die implicaties te kunnen discussiëren. Dat vind ik er zelf heel belangrijk aan. Als je simpelweg kijkt naar de versnellende factoren in de afgelopen 2 jaar, technologie, alleen al de beschikbaarheid van zoiets, dat was echt een soort science fiction. Ondenkbaar. Science fiction, echt nog 2 jaar geleden, bij wijze van spreken. Toen waren mensen, er wordt wel aan gewerkt, maar dat zien we voorlopig echt nog niet. De snelheid ook waarmee dit bijvoorbeeld wordt goedgekeurd, dat soort mogelijkheden worden goedgekeurd. Dus de systemen die voorheen heel erg vertragend waren, zijn nu minder vertragend. Ik zeg niet vertraagd, maar minder vertraagd. Dus die passen zich ook aan. En als je op dat niveau systemen hebt die zich meebewegen in deze trends, is dat voor mij in ieder geval een indicatie dat het een grotere beweging is dan een paar nerds bij elkaar in een hotel in Amsterdam die toevallig het leuke technologie vinden. Ook zo goed aan die QS community. Dit soort vragen, misschien is transhumanisme ook iets wat de Singularity community spreekt daar ook over en veel mensen zijn daar mee bezig, is een onderwerp waar je gewoon over na moet denken. Net als dat live logging waar wij het op die conferentie veel over hebben gehad, is transhumanisme iets van, als we daar naartoe gaan, willen we dat dan? Want daar komen weer andere problemen ongetwijfeld bij kijken. En dat wil niet zeggen dat je daarom het niet moet willen, maar dan moet je dan dus wel, denk ik, in ieder geval zou ik over nagedacht willen hebben van, hoe zie je dat dan? Bij Quantified Self is het eigenlijk what did you do, how did you do it, what did you learn? Dat zijn de drie leidende vragen in elk experiment. Ja. Uiteindelijk is het inderdaad bijvoorbeeld interessant om te zien dat als je iedere dag om 8:36 een foto maakt en je komt erachter dat je voor je gevoel al de hele week foto's van je televisie hebt lopen nemen, dat je blijkbaar iedere keer op dat tijdstip op de bank zit en je kijkt terug en dat blijkt niet zo te zijn. Of andersom, je dacht dat je een heerlijke week had waar je de hele tijd ergens weg was en je kijkt terug en je zegt, eigenlijk heb ik alleen maar achter mijn computer gezeten. Dan kan je eigenlijk dat soort verbanden pas echt matchen met hoe is het nou werkelijk. Maar gaat dit van de liefhebbers naar de massa? Ja, ik denk dat de huidige players in dat veld heel veel in de sporthoek te vinden zijn in de stadia. Dus kijk naar de Nike's, kijk naar de Fitbits, de Jawbones. Die richten zich wat op de actievere mens. Grappig genoeg zeggen ook veel mensen terecht. Dat zijn de mensen die het niet zo nodig hebben. Ja. Er is een heel moeilijke groep natuurlijk precies het andere eind van het spectrum die het meeste nodig hebben, die het moeilijkst te bereiken zijn. Hoe bescherm je die goed bedoelende community van jullie tegen dit soort invloeden? Ik denk door altijd met juist die partijen, de grotere partijen, proberen die discussie aan te gaan. Dat is nu ook een van de discussies binnen de community zelf. Hoe betrek je commerciële partijen die duidelijk een commercieel belang hebben erbij, zonder zelf gecorrumpeerd te raken, om even zo uit te drukken. Terwijl je toch weet van zij hebben een mogelijkheid om dingen te doen. Dus als ze zomaar dingen gaan doen, zonder dat we er überhaupt mee over kunnen praten, dan zijn we misschien wel verder van huis. Maar
Ik denk dat je daar een cyclus in zal zien waar we echt dezelfde beweging krijgen, ook wel als de Facebooks. Op een gegeven moment zullen er mensen zijn die te ver gaan, te veel willen trekken, te veel impact willen uitoefenen en dan teruggefloten zullen worden door mensen.